Ik denk in deze tijd is het echt wel noodzakelijk. Ik bedoel, mensen die dus weinig inkomen hebben, ja, die zijn daar wel afhankelijk van. En het wordt steeds en steeds duurder. Dus ja, ik denk dat de mensen daar wel baat bij hebben. Ja, in deze economische tijden wel. In deze economische tijden, ja, absoluut. Als je dan allemaal ziet wat je per maand gewoon kwijt bent aan gas en licht en ziekenfonds en noem maar op. De boodschappen worden steeds duurder. Ik zag eens net op Facebook van er was iemand die had pindakaas gekocht. En een pot pindakaas kostte nu 6,99. Dan denk je van, hoe dan? Dus de prijzen zijn in korte tijd wel heel erg gestegen. Heel erg gestegen, echt wel. Ja, absoluut. Ja, ik heb dat inderdaad wat over in de krant gelezen. En toen dacht ik in eerste instantie, ja jee, weer één. Maar ja, ik vind het toch altijd nog beter als leegstand. Want dat wordt het zo armoedig van. En dat trekt dan ook altijd wel weer wat minder fijn publiek aan, zal ik maar zeggen. Ja. Sommige mensen hebben er blijkbaar baat bij dat deze zaken er komen. Ja, dat las ik ook. Ja, ja, je trekt een hoop volk. Dus als je hier bent voor die grenzen, ja, dan kijk je ook even bij Hunkemullen naar binnen of zo. Ik noem maar even wat. Dus daar kan ik me wel in denken, ja. Ja, het is er niet meer te vermijden. Want waarom is het volgens u niet meer te vermijden? Vanwege de prijs. Die is heel belangrijk voor een heleboel mensen. Dus de prijzen zijn dus gestegen, begrijp ik van u? Ja, ik ga nooit naar een goedkope winkel. Maar wel als je wat ziet tegen. Ja. En merkt u zelf dat de prijzen gestegen zijn? Jawel, ja, wel. En houdt u daar rekening mee? Nee, eigenlijk niet. Nou, als je ziet hoe weinig de mensen in Almelo te besteden hebben, zou je kunnen zeggen dat dat geweldig is. Want dan is er veel meer keuze in goedkope artikelen. Daar zou je heel blij mee kunnen zijn. Ja. Het lijkt mij voor elke gemeente goed zoveel mogelijk aanbod te hebben wat bij de gemeente past. Als je mensen hebt in de stad die geen geld hebben, moet je zorgen dat er winkels zijn of zaken die dingen zo goedkoop mogelijk verkopen of weggeven. Ik moet zeggen, ik heb er zelf persoonlijk niet zo heel veel last van. Ik vind het wel een kwalijke zaak dat winkels tegen elkaar op moeten prijzen om zo klanditie te krijgen. En zo dus te verkopen. Hoe zou dat komen dan? Ik denk dat het alles verschrikkelijk duur wordt. Helaas. En merkt u er zelf ook van dat de prijzen zijn gestegen? Zeker. Ik denk dat iedereen daar wel last van heeft tegenwoordig. Ja, het kan nadelig zijn voor sommige andere winkels. Maar voor mensen met weinig geld is het wel voordelig. Dan is het een uitkomst. Dan wel, ja. Ja. Prachtig. Prachtig. Vindt u dat prachtig? Ja. Jammer. Want het niveau wordt wel naar beneden gehaald natuurlijk. Maar als ik het zo bekijk, we hadden het er net over. Het zit onder in die kelder en dat vind ik geen probleem. Nee, maar de winkels zien er toch netjes uit. Ja, de winkelpassant is hier wel leuk hoor. Want, ziet er ook netjes uit. Ziet er netjes uit en we gaan ook wel eens naar andere steden, maar we zijn wel blij met Almelo. Nou, ik denk dat dat wel een beetje slecht is voor de grotere ketens, omdat die dan misschien minder omzet kunnen maken, omdat die prijsmappers er komen en dan een beetje hun omzet afpakken. Dus dat denk ik erover. Sommige mensen zeggen, nou, dat is juist goed dat die prijsvechters er zijn. Want dan blijven de dingen voor ons betaalbaar. Ja, dat is natuurlijk ook weer de andere kant. Maar het is natuurlijk wel een beetje van welke kant je het bekijkt. Want als je het bekijkt van je eigen perspectief is het misschien wel fijner dat er goedkopere dingen voor je komen. Maar misschien voor de andere ketens die dingen verkopen is het wel vervelend. Want die verliezen zo wel hun omzet. Merkt u ook dat de prijzen gestegen zijn? Ja, wat denk je? Ja, zeker. En wat merkt u daar dan van? Ja, dat je eigenlijk een keer bij de kassa's verbaast van, goh, ik heb nog niet zoveel en ik moet toch zoveel betalen? Ja, ja, ja. Nee, dat gaat wel omhoog, ja. Zou het een tip zijn om een lijstje met meest noodzakelijke boodschappen te maken met de prijzen erachter en daarmee de winkels in te gaan? Ik denk wel dat dat handig is. En dan kom je ook niet in de verleiding om links en rechts dit en dat mee te pakken als je je lijstje hebt. Hè? Want ik hoorde van iemand dat een potje pindakaas al 6 euro kost. Ja, maar bij die winkel waar ik heen ga niet hoor. Nee. Ik koop gewoon wat ik nodig ben. En hele dure uitgaven, dus daar denk je even twee keer over na. En dan is het klaar. Maar het wordt natuurlijk wel moeilijk voor de Nederlander tegenwoordig om alles aan elkaar te breien. Ja. Merkt u dat in uw eigen omgeving, dat mensen het moeilijk hebben om rond te komen? Ik denk dat je het overal al merkt, dat mensen het lastiger hebben om rond te komen. Ja. En ook merkt u daar zelf ook iets van? Zeker. Koopkracht wordt een stuk minder. Ja,
Vindt u het een verrijking of een verarming? Ja, het is een verarming. Ik vind het echt een verarming. En als je dan ook leest hoeveel mensen naar de voedselbanken hier moeten. En dan denk ik van, ja, hoe komt dat nou? Zou voor jou ook zo'n moment kunnen komen? Ja, misschien wel, ja. Dat ik daar gebruik van kan maken. Maar voorlopig heb je er nog niet zo last van? Nee, voorlopig nog niet, gelukkig. En wat vind jij van de prijsvechters in de winkelgalerij? Ja, ik vind het wel goed. Dan is het een stukje goedkoper en voor mensen makkelijker te betalen. En merk jij ook dat de prijzen gestegen zijn? Ja, zeker wel. Alles is een stukje duurder geworden dan dat het was. In mijn eigen omgeving merk ik dat niet zozeer eigenlijk. Het zal waarschijnlijk er heus wel zijn, maar ik denk ook niet dat het heel erg openbaar besproken wordt. Tenminste, voor sommige mensen. Ik zou persoonlijk niet, als ik op mijn geld moet letten, het ook publiekelijk bekendmaken, zeg maar. Dus ik merk daar zelf niet heel veel van. Dan heb je nog recht van spreken. Iedereen mag zeggen wat hij wil zeggen. En ze mogen klagen over waar ze op willen klagen. Maar ze moeten ook zelf kritiek ontwikkelen. En dat mankeert er bij veel mensen nog wel aan, denk ik. Maar ja, als ik ze nodig heb, dan koop ik ze. Het is niet anders. Het is wel duur, maar ja. Ik hoorde van iemand dat een potje pindakaas al 6 of 8 euro kost. Ik eet geen pindakaas, dankjewel. Ik ga weer verder. Dag. Oké.